Een goedenavond, beste kijker. Ik bevind me hier samen met Joran de Rob, die archeoloog is en dino-opgraver. Meneer de Rob, waarom wilde u dino-opgraver worden? Omdat je dan nieuwe soorten kan ontdekken en dino's kan opgraven. En dat vind ik wel heel leuk. En wat doet u met de dino's die u heeft opgegraven? Ik zet ze in elkaar, onderzoek wat. En hier is soms een museum zodat ze iedereen kan zien. En heeft u ooit al een fout gemaakt bij het in elkaar zitten van zo'n dino? Ja, ik dacht dat eerst dat een triceratops een vleeseter was, maar hij lijkt een planteter. En hoe heeft u dat ontdekt? Door zijn tanden waren plat en vierkant en die van een vleeseter zijn puntig. En bij welk beroep past zo'n dino-opgraver het beste? Bij archeoloog. Omdat u dan een soort van detectieve bent? Eigenlijk wel, ja. Hoezo? Je hebt sowieso één stuk. Je vindt er eentje dus. En je weet dat je er twee moet hebben. Dan moet je naar dat tweede op zoek gaan. Want anders heb je geen heel skelet en dat is niet goed. En waar vindt u uw dino's? Op woestijnvlaktes en grote stille vlakken die meestal recht zijn en waar vroeger water was. En archeologie, heb ik begrepen, naar aanleiding van uw eerste gesprek, moet je vooral kunnen voelen. Hoe bereidt u zich voor op de dino-opgraver zijn? Hoe bereid ik mij voor? Goeie vraag. Ik pak eerst een bok klei, waar ik dan allemaal diertjes in zet. En dan laat ik dat doen met cement en zand. Laat ik dat drogen en dan begin ik ze op te zoeken met borsteltjes en zo. En dan kan ik mij voorbereiden. Wij bekijken de heer Joran de Rob even terwijl hij aan het werk is. Weer terug naar de studio. Dank u wel, beste kijker, voor uw aandacht.